Yo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag is weer een nieuwe video. Achter mij staat de opknapboot die we toen voor afgelopen winter hebben opgeknapt. Grotendeels. Die gaat nu weer het water in naar Katwijk. Dus let's go. Hier achter mij ligt de Seafire. We staan op dit moment in de kajuitboot. Vandaag zijn er een aantal aankondigingen, want jullie hebben waarschijnlijk gezien dat ik de Seafire wilde verkopen. Dat komt omdat ik eerst zat te denken om een heel ander tof project te kopen. Alleen ik zag zoveel comments op Instagram en TikTok dat ik dan gewoon niet slim was. Dus op dit moment zijn we aan het bedenken hoe we het andere project toch nog kunnen financieren. En het is wel echt een lijp project, dus ik hoop dat het gaat lukken. Zoals jullie zien moet de Seafire en de KI-boot weer even gehoost en gepoetst worden. Dus dat is het eerste wat we even gaan doen. We gaan beginnen met de Seafire. Zo mensen, hij ziet er al een stuk schoner uit. Kijk maar. We gaan nu even het schuim eraf halen. En nog een klein beetje boenen. En dan gaan we beginnen aan de kajuitboot. Mensen, de kajuitboot is nog niet echt heel hard nodig om schoon te maken. Dus die laat ik nog even hierbij. We gaan wel even verder met de binnenkant. Dus let's go. Zo mensen, we hebben natuurlijk nu de kajuitboot. Die moet natuurlijk ook even gedoopt worden. Kijk eens. Dit is heel belangrijk, anders is de boot natuurlijk niet vaar klaar en zo. Dus hij heeft nu wat aan een paar stickertjes. Een paar. Dus dat is top. Dus nu alleen nog een paar op de Seafire. Zo mensen, de ballastvlogstickers zijn over het grootste gedeelte van de boot geplakt. Op de meeste spots op de boot kun je zien dat die van mij is. En hier, en op de punt, en op de motor. Dus zie je mij met dit logo en met het naamlogotje aan de zijkant. Hit me up en geef even een geel zo van yo Boas en... Wie weet kunnen we even een stukje samen varen. Mensen, we hebben weer goed nieuws. We hebben nog een bootje gekocht. We hebben laatst de opknapboot verkocht, de rubberboot verkocht. En nu hebben we deze Placom 30 pk autoloop. En laten we eerst maar even goede shots van maken. Dus let's go. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Dat betekent dus wel dat hier drie boten uiteindelijk achter elkaar liggen. Echt super top. Kijk, hier komt dan de plaak om te liggen.
De rest van de plekken zijn van de koper, van Varkenau Rijnsburg. Dus ja, deze nog even schoonmaken en daarna. Trouwens, de testvaart van de Plaquom, die komt in de volgende video. Dus blijf vooral kijken, abonneer en reageer. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Laters.